Kijkers, van harte goedendag. Welkom. Dit is de nieuwe aflevering van Informatie Actueel, InfoAct. In deze aflevering van InfoAct staan we stil bij het revolutionair proces, welke op 25 februari 1980 begon in ons land Suriname. Deze datum van 25 februari is niet uit te wissen uit de geschiedenis van Suriname. Na wat ronduit wanbeleid van de NPS-regering genoemd mag of kan worden, namen de militairen onder leiding van D.C. Boutersen op 25 februari 1980, op maandag 25 februari 1980, om 2:00 PM de macht in Suriname over en waren zij tot 1987 het wettig gezag in ons land. Vanavond praat ik tot een van de broeders van het eerste uur, zoals hij wel eens wordt genoemd, Ivan Granoos. Ivan Granoos was ten tijde van de revolutie lid van de Nationale Militaire Raad, bekend als NMR. Ook nog, ik dacht, voorzitter van deze raad, lid van het militair gezag. Hij is ook minister geweest en chefstaf van het Nationaal Leger. Wij vragen u onverdeelde aandacht voor dit vraaggesprek in het kader van de herdenking van 39 jaar revolutie. Goed, meneer Granoos, zoals ik net heb aangegeven, maakte u deel uit van de revolleiding, als ik het zo mag zeggen. We zijn 39 jaar verder. We leven in 2019. Laat ons samen met u terugblikken. Hoe omschrijft u dat proces na 39 jaar, als we terugkijken? In één woord, work in progress. We zijn begonnen in 1980 met de RIVO. En als je wil meten, zijn we succesvol? Zijn we minder succesvol, dan zou je natuurlijk terug moeten gaan naar wat het was en wat er vandaag is. En ik denk dat elke Surinamer gaat moeten bekennen, onderkennen dat er positieve ontwikkelingen geweest zijn. Net zoals sommige minder goede ontwikkelingen. Maar ik denk dat we na 39 jaar mogen stellen dat we goed op weg zijn. We zijn op het juiste spoor. Alleen moeten we de samenleving achter de doelen zien te krijgen. En samen met de mensen werken stap voor stap aan de ontwikkeling van dit land. Hebben we vooruitgang geboekt als we de 4 vernieuwingen die dus gepropageerd zijn in die dagen onder de loep nemen? Ja, we hebben natuurlijk vooruitgang geboekt. En om te weten hoeveel, en dat is wat ik daarnet zei, hoeveel vooruitgang heb je geboekt of hoeveel vooruitgang heb je niet geboekt, dan zou je de vernieuwingen één voor één de revue moeten laten passeren om te zeggen, er zijn stappen in de goede richting, er zijn minder goede stappen. En overal moet ik zeggen dat het niet te ontkennen is dat we op de goede weg zijn. Gaan we hard? Nee, we gaan niet hard. We hadden met een beetje meer concentratie hadden we mijlen verder kunnen zijn. Mm. Maar wanneer ik terugkijk naar de verschillende ordes, de economische orde, de sociaal-maatschappelijke orde, de bestuurlijke orde, dan denk ik dat er zichtbare stappen zijn gezet. Omdat je begint aan een fundament, voordat jij het gewicht kan torsen, moet je het draagvlak goed maken. Wanneer we kijken, en dan neem ik gewoon een voorbeeld, wanneer we kijken naar, als je de economische situatie in het land wil bevorderen, dan dien je een goede infrastructuur te hebben. Dan moet je genoeg energie hebben. Kijken naar de infrastructuur, ik zie dat de regering van toen en de regeringen daarna allemaal min of meer hun bijdrage geleverd hebben aan het
vastleggen van een goede infrastructuur. Gaat het zonder slag of stoot? Nee, het gaat niet zonder slag of stoot. Wanneer je visionair kijkt naar welke ontwikkeling je moet brengen, dan is bruggen slaan, in letterlijke zin, is een must. Wanneer de Kopenamebrug en de Surinamebrug de verbindingen maken tussen de volkeren, met als basisfilosofie dat er een ontwikkelingsboost moet komen, dan merken we dat niet iedereen erachter staat. Dat betekent, daar is waar de botsingen zijn tussen visies. Bouders is aan de regering en hij zegt, ik bouw de bruggen. Andere regering zeggen, nee, ik bouw de bruggen niet. Wat wil je? En vanaf 80 heeft Bouters aangegeven dat wanneer je productie wil hebben, je de mensen moet scholen. Mensen moeten getraind worden, geschoold worden rondom de mogelijkheden die de ontwikkeling ze biedt. Wanneer we naar Nikeri gingen en je moest op een veerboot met je auto bij heen naar oversteken, dan was het niet zo lang voor hem om het besluit te nemen, hier gaan we een brug bouwen. En we zijn niet begonnen met een toverstok en alle bruggen waren er, nee. Jaren later, zeker 16, 17 jaar later, wanneer hij eerst aan de macht is, dan komt de Kopenamebrug en de brug over de Suriname rivier. En dan nog steeds merk je dat in die samenleving niet iedereen opgeleid is om die brug te bouwen of die bruggen te slaan. Hij doet het en ik bedoel, een van zijn activiteiten die hem heel veel populariteit brengt en heeft gebracht, is dat hij problemen van mensen helpt oplossen. Problemen oplost waar ze zijn. Dat was ook de kracht van de RIVO toen we met de volkscomité's bezig waren. Je was in de huizen, op de erven, bezig te luisteren naar de echte problemen van mensen. Niet naar dat gekakel op de radio iedere keer en proberen ontwikkelingen tegen te gaan. Althans, andere visies opwerpen. Overal, ik gaf het als voorbeeld, je moet bruggen slaan, je moet zorgen voor energie. De bruggen worden geslagen, wegen worden gebouwd. Nu moet er energie komen. Er is niet voldoende energie om een boost in je productie te ondersteunen. Ik begrijp dat recent er internationale financiering gevonden kan worden, dat is ondertekend, om extra energie voor Suriname. Omdat we kunnen wel elke dag praten over er komt geen ontwikkeling, maar er zal geen ontwikkeling komen zonder dat de infrastructuur, de randvoorwaarden aanwezig zijn. En daar werkt de regering op haar tempo natuurlijk aan. Niet voor iedereen het tempo dat men wil. Sommige mensen willen het gewoon niet, omdat daar waarschijnlijk gebrek aan visie voor wat deze samenleving nodig heeft om zich te verheffen aanwezig is. Ja, weet u, critici beweren dat in 80 eigenlijk dat zaad gelegd is voor alle ellende in Suriname. Er is een pauze, meneer Limburg. Ik wil graag in discussie gaan met deze critici, omdat wanneer men praat over critici, dan wil ik ze aan tafel hebben en praten over de ontwikkeling van dit land. Aan de kantlijn staat quarterback spelen, kijken aan de kantlijn en kijken en zeggen dat die man die bal die kant had uit moeten trappen, hij had het op zijn borst moeten vasthouden. Dat zijn leuke dingen. Wanneer je erin staat, dan is het geen kritiek om de kritiek. Het is kritiek, omdat de opties die gekozen worden beoordeeld. En in het beoordelen van opties heb je natuurlijk mensen die zeggen, ik wil deze kant uit, de anderen willen de andere kant uit. Het zaad voor ontwikkeling is gelegd in 1989, zegt dan de andere kant. En ik wil dat op mijn manier staven. De samenleving
heeft de ruimte gekregen om heel veel zaken voor haar zelf gerealiseerd te zien. Wanneer wij in het Tamarejo veld een kurk hadden gezet en cement hadden gezet om die olie daar te laten, welk belang diende het? Voor die critici, moest het gesloten blijven. Want die afhankelijkheid waarin men is, dat is voor hun. Ze voelen zich geborgen bij, in dit geval, Holland. Wij zijn opgestaan en hebben gezegd, laten we kijken wat we op eigen kracht kunnen. En we zijn allemaal vandaag trotse bezitters van staatsolie. En we proberen staatsolie natuurlijk een veel grotere rol te laten spelen. Er wordt geboord, we hopen dat we olie vinden. In onze buurlanden hebben we olie gevonden. Het komt allemaal doordat we gedurfd hebben om staatsolie uit de grond te stampen. En we hebben, het is echt door Surinamers uit de grond gestampt. Meneer Jarab kan in deze genoemd worden, net zoals vele anderen. Het is ons eigen ding. Wij hebben ervan gemaakt. De rijstsector hebben we in handen gelegd van niet-Surinamers bij het ontwikkelen. En wat is er van terechtgekomen? Constant achter de feiten aanhollen. En we moeten niet achter een bureau zitten en denken dat we de productie ondersteunen. We moeten in het veld met de mensen zijn om te ervaren wat zij meemaken en aan te passen. Want in de productie spelen niet alleen cijfers een rol, ook actief de feiten die zich aandienen oplossen. En daar waar we de koppen bij elkaar steken, gaat het lukken. Er zijn op dit moment, laten we bij de critici blijven, gezondheidscentra die ontbraken in de jaren 80. Toen we dat tegenkwamen, is direct de opdracht gegeven zoveel mogelijk gezondheidscentra's in het hele land te brengen. Is dat het kwaad? Of is dat juist goed? De woningbouwsituatie, die eigenlijk werd er gevochten in kantoren, terwijl het leed daarbuiten stond. Mensen zonder een dak boven hun hoofd. Knoop doorgehakt. Woningbouw aangevangen. Gaat het zoals we willen? Nee, het gaat nog niet zoals we willen. We hebben die formule nog niet helemaal onder de knie. Is dat het kwaad wanneer het begint? Wanneer we zeggen een volk dat niet kan lezen en schrijven, tegenwoordig is het niet kan spelen op de iPhone, et cetera, gaat een probleem hebben om de ontwikkeling die van ze verwacht wordt, de inzet die van ze verwacht wordt, bij te benen. Wanneer we beginnen met Alpha 84, en het is een begin en het is kapot gevallen, ja, is een misser. Is het noodzakelijk? Tot vandaag staat het nog, het is noodzakelijk. We moeten ons volk het onderwijs geven dat ze in staat zich als trotse Surinamers te ontwikkelen, binnen Suriname en daarbuiten. Vertrouwen eigen kunnen. We zijn begonnen met een index, para-industrie. Meneer Leter kan hierbij genoemd worden, Rob Leter. Hij heeft heel veel uren, heel veel jaren van zijn leven gegeven om met andere deskundigen iets op te zetten. Productie op te zetten. Mijn tegels thuis en mijn bekers en een deel van mijn borden komen van para-industrie. Het moest kapot, want mensen hadden liever importspul hier op de schappen dan dat we een eigen productie ontwikkelen. Maar jullie hebben het voldoende beschermd? Het was niet voldoende beschermd. En wij zijn ook niet in staat geweest om die bescherming te bieden. Dan valt het kapot. Waren wij als Surinamers erin geslaagd om het tot ons eigen te maken? Dan waren we vandaag, want dat is vaak het probleem dat we hebben met ontwikkelingen. We hebben staatsolie omarmd als Suriname en het is een succes. Zo moeten we ook zaken die Suriname draagvlak kunnen geven, breder economisch, werkgelegenheid kunnen creëren,
mensen hun levensstandaard kunnen verhogen. Die dingen moeten we niet van een afstand bekijken. Het is geen rijstboer of een visser. Het is Suriname die vist. Het is Suriname die rijst doet of kokos doet of olie doet. En we zijn trots. Wanneer de boer het doet, is hij de voorhoede van ons allemaal. Wanneer we zaken op deze manier aangrijpen, dan gaan we merken dat er waardering komt, dat er productie komt, dat er een beter leven komt. En dat is wat eigenlijk de RIVO haar kracht gaf toen. En vandaag de dag is het nog steeds hetzelfde. En er zijn natuurlijk een hoop condities. Ja maar. De basis is dat wanneer er ontwikkeling gaat komen in dit land, en er komt ontwikkeling, dan zullen wij het moeten adopteren als ons eigen. En vanuit die positie, dan zijn we onverslaanbaar. En we willen allemaal een eigen goudontwikkeling. Ik ben altijd iemand geweest, ik ben van de renewables. Ik begrijp wel waarom we bos moeten kappen en bauxiet moeten graven en goud en aardolie. Ik heb liever een ontwikkeling van de renewables, toerisme, verantwoord natuurlijk, agrarische sector. Omdat, en dat is vanaf ik opgroei, de wereld groeit en voedsel zal steeds schaarser worden. We hebben de unieke gelegenheid, nu, toen ook, maar zeker nu, om wanneer we verantwoord voedsel produceren, 1, werkgelegenheid hebben, 1, onszelf kunnen voeden en 3, een deel van de wereld, zoals Bouters het gezegd heeft, de voedselschuur kan, als voedselschuur kan gaan fungeren. Het lijkt op een verhaal, we zijn er dichtbij. Water, gezond water, zuurstof, het zijn allemaal producten. Ja, als we het bos niet kappen en we het behouden, welke verdiensten zijn daar mee gepaard? Want het is geen eiland, we moeten het land ontwikkelen. En dit is waar de RIVO voor staat. En als men zegt dat het kwaad in 80 geschied is, dan was dit het kwaad. Laten we blijven bij de critici. Er is niet echt gelukt, hè, kan ik zeggen. Je zult me corrigeren om toch al die nieuws één kant op te krijgen, als we letten op al de erupties, al de vele pogingen om de legerleiding in die dagen af te zetten. Wat hebben jullie verkeerd gedaan? Wat had beter gekund om iedereen achter het proces te krijgen? Nou, ik denk dat we... Ik weet wel dat er een prachtig initiatief was, dacht ik, in 83 om een brassadie te organiseren. Vibreerde van eenheid. Ja. En toch... Ja, omdat als ik terugblik, dan zeg ik, we hebben niet kunnen houden om lang genoeg met mensen te praten. En want alleen wanneer we naar elkaar willen luisteren, niet om te reageren, maar om te begrijpen, dan komen we op een golflengte. Vaak luistert men om te reageren. Men luistert niet om inhoudelijk te beseffen waar het om gaat. Want, voorbeeld. Neem alle regeringsverklaringen en zet ze naast elkaar. Diepe fundamentele verschillen zijn er niet. Dus wanneer we het zouden kunnen maken tot één, en ons dan allemaal de schouders eronder zouden zetten, maakt niet uit wie aan de leiding is, en de deskundige wordt in place gebracht die deskundigheid heeft, ook daar heeft Bouterse met name vaak met knorren van zijn eigen organisatie. Want dan zien we mensen verschijnen die niet uit onze organisatie komen, die een bepaalde post gaan bekleden. Hij, die het geheel overziet, die dat merk, die zegt, maar ik ben geen president van NDP'ers. Ik ben president van het hele land. En als de deskundigheid elders is, dan moet ik het binnenhalen. Soms succesvol, soms niet minder succesvol. Waar het om gaat is, wat is de effort die je pleegt om de neuzen in één richting te krijgen.
En soms gaat het voor een tijdje goed, dan gaat het voor een tijdje weer niet goed. We zijn vlak voor een verkiezing straks, binnen een jaar. Democratie is een van de dingen die sterk verbeterd is in Suriname. Mensen kunnen zich vandaag vrij uiten. We hebben de, hoe noem je dat, de verkiezingen van Suriname weerstaan, doorstaande toets. Mensen complimenteren Suriname met stappen op dat gebied. Het is meten. En wanneer we het volk achter ons willen krijgen, dan stel ik voor dat we ophouden met vuil smijten. Met mensen bekladden. Bekladden doet pijn. Ja, het doet pijn. Ik weet het, omdat ik zo vaak beklad word. Maar ik heb vanaf jongs af, maar zeker na 80, het besluit genomen om een bepaalde ondersteuning te geven aan de ontwikkeling van cinema. En dat blijf ik. Regeringen kunnen komen, regeringen kunnen gaan. Ik als persoon ga op mijn eigen manier door. En tot op dit moment moet ik zeggen, als ik de balans opmaak, de visie die de RIVO heeft, die staat nog recht overeind. En met Boutersen aan het roer, denk ik dat we de beste keus gemaakt hebben tot op dit moment, als ik de 39 jaar de revue laat passeren. Ja, dus de voornemens, jullie hadden van de goede voornemens, toch gaat het mis. Oké, waar mensen opereren, worden er altijd fouten gemaakt. Kunnen wij 8 december bestempelen als een van de grote missers van het proces? Laat me er dit van zeggen. Men moet niet doen alsof mensen onnozel zijn en mensen niet bezig waren. Ik heb bij de rechter ook verklaard, als getuige, op een vraag, als zoiets zich weer zou voordoen, en ik was in dezelfde positie wat ik zou doen. En ik heb geantwoord, ik zou de mensen oppakken. Ik zou ze een proces geven. Dat is het verschil. Ik denk dat we op 8 december hebben we die muskiet willen doodmaken met een hamer in plaats van met een vliegenklapper. Dat is een zwarte bladzijde. En omdat wij hebben geen leven gegeven en wij hebben ook niet het recht om het leven te nemen. Maar dat geldt over de hele linie. Het is niet 8 december en we zetten 8 december apart van alle andere dingen die gebeuren. Want ze gebeuren in diezelfde, in hetzelfde Suriname. En het haiku is een mooi ding, dat kan hier niet gelden. Een van de dingen die speelde op dat moment is ook die hele amnestiekwestie. Die hele amnestiekwestie. Had het opgelost toen voor iedereen. Maar nee, die groep van Boutersen zei, ga ik straffen, dus ik laat het erbuiten. En wat gebeurd is in het parlement een paar jaar terug, was niks anders dan het geheel onderbrengen onder één amnestiewet. En mensen kunnen het leuk vinden en anderen vinden het niet leuk. De nabestaanden hebben pijn. Denk je dat met dat gepolitiseerd die pijn weggaat? Die pijn blijft bestaan. We moeten zoeken naar oplossingen waarbij alle partijen vrede hebben. Ik was ook op de lijst, meneer Limburg. En ik weet welke druk het zet. Zeker wanneer je onschuldig bent. Toen ik gebeld werd door mijn echtgenote, ik was in Ikeri bezig met een project. En ze zegt aan mij, ik kreeg net de politie bij me met een document voor jou. Je bent van de lijst gehaald. Meneer Limburg, ik barstte gewoon in tranen uit. Niet huilen. Tranen groter. Mijn rug deed me. Die druk die van me afviel, creëerde een rugpijn, creëerde tranen. En het is niet om chipoti te doen. En net zo zijn er heel veel onschuldigen, als er schuldigen zijn, mensen op de lijst gebracht.
Niet op een correcte manier. En dat heb ik vanaf de eerste dag toen ik op de lijst kwam, heb ik het gezegd. Ik heb de procureur-generaal gebeld. Ik heb gezegd, procureur-generaal, ik wil bij je langskomen, want ik heb hier een ten laste legging. Ik wil met u praten. Meneer Poenwassi was het. Meneer Van der San was AG. Toen ik kwam, werd geroepen in de kamer. En ik heb gezegd, nu moet je me opsluiten, want wat hier staat... Ik mag geen dag buiten lopen. Ik mag geen dag vrij lopen met deze ten laste liggen. En ik kan me voorstellen dat anderen hetzelfde meemaken. En dan hoor ik uiteindelijk, voor heel veel mensen, vrijspraak. Maar welke straf heb je die persoon gegeven de afgelopen 20 jaar? Met een blamage. We moeten voorzichtig zijn met, we mogen kritiek hebben. En als we kritiek hebben, laten we het op de correcte manier doen. Als we mensen beschuldigen, laten we met de bewijzen komen. Want elke Suriname kan tegenwoordig, ik weet niet of het vanuit Alpha 84 is, maar ze kunnen appen, ze kunnen Facebooken, ze kunnen zelf hun conclusie trekken. Zet jouw feiten op Facebook als je wil. Zet jouw feiten in de krant. Stuur het naar de bewijzen waarvan je mensen beschuldigt. Zet het op tafel. Als we dat doen, ik pleeg vaak te zeggen aan mensen. Als leugen en laster in Suriname strafbaar was, zou het oorverdovend stil zijn. Daarom hoor je mij mensen niet beschuldigen, ongefundeerd. Wanneer ik iets zeg van mensen, dan heb ik het bewijs. Ik kan het zeggen. En als ik vind dat het een strafbaar feit is, dan kom ik niet in de pers, dan breng ik het naar de PG. Politiek proces? 100%, net zoals die van... Nederland, hoe heet dat ding? Copa. Dat is ook een grote grap geweest. Ik ben ook gaan getuigen daar. En ik heb gezegd, de mensen die dit hebben geschreven, is klinkklare onzin. Ik heb vliegveld op weg naar zee, ik heb een pier op zee. Ik heb 11 huizen of 10 huizen aan de Fernandesweg, herenhuizen. De weg naar binnen bij mij, speciaal vrijgelaten, zodat vliegtuigen kunnen landen. Dat staat in dat document. Dus grotere kolder is er niet. En we houden van dat ding. We zijn als klein land. Laten we met elkaar bezig zijn. Rondom de dingen die ons beter maken. Jij en ik, u, wij, allemaal. Laten we met die dingen bezig zijn. Want wat er met de wereld aan de hand is op vandaag de dag. Gaat ons nog helemaal tureluurs maken. Suriname is een land. Met heel veel potentie. Suriname is een land waar wij voor de wereld een rol van betekenis willen spelen. En dat betekent dat we met onze assets de correcte dingen moeten doen. Het begint bij de samenleving een goed onderwijssysteem aan te bieden. Goede gezondheidszorg. Dat zijn de basisdingen. En wat er verder gaat komen om ons economisch weerbaar te maken, dat zijn dingen waar we aan moeten werken. En zo zou ik kunnen doorgaan. Er zijn op dit moment, is met name de president, in alle hoeken van dit land bezig om rondom de belangen van de mensen een steun in de rug te zijn. Heel veel, heel veel. En ik lees dat andere organisaties, op dit moment ook bezig zijn naar het binnenland te gaan. Hey, de enige die er beter van gaat worden, denk ik, zijn die mensen in het binnenland. Want waar twee kunnen ondersteunen, is het meer dan wat één kan ondersteunen. Maar men kan Bouters niet beschuldigen van dat hij om partijpolitieke redenen naar het binnenland gaat. Bouters gaat altijd naar het binnenland. Als hij nou in de oppositie of in de coalitie zit, hij is altijd bij die mensen. Hij is altijd met ze bezig rondom hun belang. Ja? Maar de achterstand is zo groot, dus er is ruimte. Als andere mensen zich geroepen voelen om te helpen invullen, dan kunnen we schouder aan schouder, hand in hand, de mensen gaan helpen. Want er zijn nog veel achterstanden
maar niet alleen in het binnenland zijn er achteren, ook op de kust waar de meeste mensen van ons doen, zijn er grove misstanden. Waar wij het ontdekken, proberen we te helpen. Oké, we hebben op een gegeven moment in 86 in Suriname meegemaakt het begin van de binnenlandse strijd. Het begin van de binnenlandse oorlog, wel eens ook genoemd. En vaak genoeg, u zat er dichtbij, dus daarom ook deze vraag aan u. Overigens heb ik deze vraag ook gesteld aan de vorige gast die leiding gaf aan de benoemde Nationale Assemblée, meneer Rick Aaron. Er wordt vaak genoeg aangegeven dat vanwege die druk vanuit meneer Brunswijk en zijn organisatie, Jungle Commando, dat er dus in die dagen de revolutionaire leiding geen andere keuze had dan om verkiezingen uit te schrijven een jaar na 86 en wel 87. Nou weet ik dat er iets lang daarvoor de voorbereidingen getroffen werden om terug te keren naar die democratie. Neemt u ons mee naar die dagen? We kregen het verzoek van de politie om te helpen bij de arrestatie van Brunswijk. En op een gegeven moment kregen we een aanval op Stalkersijver. Zo is de kwestie Brunswijk begonnen. En ik vind het heel interessant. We waren bezig en vanaf 83 eigenlijk was er topberaad. Je had de oude politieke leiders met de regeringsleider Bouterse. Die hadden besloten om een traject met elkaar af te leggen. We kregen in die periode ook, dacht ik, een van de ministers was Breveld, geloof ik, in die periode. Maar om eigenlijk op uw vraag in te gaan, als wij omdat Jungle Commando ontstond, wij verkiezingen hebben uitgeschreven. Het is een manier om op deze manier populariteit te krijgen. Het is jammer dat een paar van die mensen zijn overleden. Ik denk dat Sumita nog in leven is en Bouterse. Dus de waarheid gaat uit hun mond moeten komen. Maar meneer Aaron heeft gewerkt aan een wet, een grondwet. En dat is uit de meetings die in 83, 84 begonnen waren, geresulteerd in een referendum. En de planning was van na het referendum dat de mensen, de groep, de datum mocht bepalen van de eerste vrije en geheime verkiezingen na 1980. Alle andere verhalen, het zijn verhalen, maar meneer Brunswijk mag vertellen als hij dat wil, als hij denkt dat hij zijn achterban daarmee kan mobiliseren, maar er is geen enkele grond van waarheid daaraan. Sumita is nog in leven en Bouterse, die twee zouden, want die hebben de afspraken gemaakt, die hebben het traject vanaf 83 afgelegd tot en met 25 november 1987. Dat hebben ze gedaan. Dus wanneer meneer Brunswijk dat zegt, komt het hem waarschijnlijk goed uit in dingen waar hij mee bezig is, maar er is geen grondslag. Totaal geen grondslag voor die bewering. Oké, okay. Is de revolutie geslaagd? Ik reageer niet direct, omdat ik zeg het is work in progress. Dan zou ik fases moeten analyseren. Ik denk dat de beginfase van de revolutie geslaagd is. Er zijn lijnen uitgezet waarvan we moeten zeggen
minder geslaagd, beter geslaagd. Kortom, work in progress betekent dat je... Je kan zeggen het is geslaagd, want dan zou je moeten zeggen wat had je op dat moment moeten bereiken. Wat we willen bereiken, of wat we wilden bereiken, dat staat nog steeds overeind. En we zijn op weg. Gezondheidszorg is een van de zaken. Men heeft jarenlang gevochten om een gezondheidssysteem, een verzekeringssysteem, zodat iedere burger in Suriname verzekerd kan zijn. In de jaren 80 is het SZF ontstaan. In een paar jaar terug is het naar een hogere versnelling waarbij elke Surinamer verzekerd mag zijn. Men is bezig om het volledig systeem transparant te maken. Want ik bedoel, als een specialist gestudeerd heeft, een arts gestudeerd heeft, een verpleger gestudeerd heeft, een röntgenoloog, weet ik veel, allemaal gestudeerd hebben, dan dienen ze goed te verdienen. Goed te verdienen. De zieke Surinamer dient een goede behandeling te krijgen. Een A1 behandeling. De Surinamer moet ook betaalbare medicijnen kunnen hebben. En doordat zaken niet transparant zijn, krijg je een gescheld op elkaar. Wederom, laten we de koppen bij elkaar steken. Ik vind dat de specialist goed moet verdienen. Ik vind ook dat de medicijnen betaalbaar moeten moeten zijn. Ik vind dat de zieke Surinamer beste begeleiding krijgt van verpleegsters, doktoren, et cetera, et cetera. Het is een van de dingen die we hebben aangepakt. En we merken na 39 jaar dat het nog steeds moeizaam gaat. Maar alleen Surinamers kunnen de koppen bij elkaar steken en zeggen, heren, tot hier en niet verder. Laten we de zaken transparant maken. Iedereen in deze moderne, in dit moderne Suriname moet gewoon vanuit zijn huis het geheel kunnen volgen. En niemand hoeft hem te komen beïnvloeden, want ik kan lezen wat er staat. Is de revolutie geslaagd? We zijn er nog niet. We zijn er nog lang niet. Zolang in het binnenland en op uitposten, een beetje hier en daar verspreid, in het oosten, zowel in het westen, en niet adequaat verpleging is, doktoren zijn, dan zijn we er nog niet. Want daar staat, dat heeft er even gezegd, het moet bereikbaar zijn voor mensen en het moet er zijn voor mensen. En de dekkingsgraad heeft Suriname nog niet gehaald. Suriname heeft nog niet voldoende doktoren op de verschillende niveaus om Surinamers met de maatstaven van de wereld, de internationale wereld, een goede gezondheid te garanderen. Dus daar moet ook aan gewerkt worden. Het zijn makkelijk te constateren dingen, om het te implementeren moeten we wel met elkaar op één lijn komen. Want dan vindt men, de ene vindt, er mogen geen specialisten meer komen, want dan gaat de spoeling dun worden. Hey, laten we bepalen wat de spoeling is. Wat belangrijk is, dat het volk behandeld wordt op een verantwoorde manier. Dat betekent, iedereen gaat verdienen. Ook het volk gaat verdienen. Door een goede behandeling. Maar we zijn nog niet zover. Er is altijd geknor. Dan wil die staken, dan wil die staken. Infrastructuur. Hoe meer je bouwt, hoe groter de vraag wordt. Want we maken dat mee in de RIVO-periode. De wegen zijn niet betegeld. In Henaar bijvoorbeeld, de hele weg naar Nikeri. Een productiedistrict. Echte productie. Fin alleen maar in Limburg. Toko. Je wagen kan niet meer rijden, je moet hem duwen. En wanneer de RIVO komt, zegt de RIVO, hey, betegelen, Ataula-weg staat nog steeds daar. De beste tegels die ooit in Suriname gemaakt zijn. ASW Beton was op Apura. Die weg staat er. De ontwikkeling kon een beetje vlotter. En zo moeten we nagaan. Er kwam een brug.
Langzaam begin je op weg naar zee. Het was een ellende wanneer het regende en mensen moesten hun dierbaren gaan cremeren. We hebben op onze knieën gezeten, militairen. We hebben in eigenlijk bijna een competition hebben we wegen gemaakt op Albina, weg naar zee. We hebben ze op onze knieën staan maken met begeleiding van deskundigen. Want dat was wat de mensen nodig hadden. Die weg was niet af of men wilde water. Het water was nog niet aangelegd of men wilde elektriciteit. Vandaag zijn de meeste wegen geasfalteerd. Je zou denken dat er nooit water was wanneer je ziet hoe meneer Oosterling eigenlijk elke dag ergens water brengt. De menselijke behoefte neemt steeds toe. Wil je weten als het geslaagd is? Waar schrijf je het aan toe? Hoeveel middelbare scholen hadden we in 1975? Hoeveel hebben we vandaag? Hoeveel kilometer asfaltweg hadden we? Hoeveel heb je vandaag? En dan komen we tot de slotsom dat een van de dingen die ver achter is gebleven is de productie van de niet-minerale sector. Is ver achtergebleven. Bijna moet je zeggen stiefmoederlijk. En dan moeten we daar nu aandacht aan gaan besteden. Dus is de riffel geslagen. Ik zeg meneer Limburg, work in progress. Maar wanneer die basis gelegd is en wij kunnen elkaar vinden, dan denk ik dat het niet te lang hoeft te wachten op een betere ontwikkeling. Wij naderen het eind van deze informatie actueel, waarbij wij praten tot het gewezen lid van het militaire gezag, Ivan Granoos. Meneer Granoos, de man die in 80, 39 jaar terug, de staatsgreep leidde, is na 39 jaar president. Hoe verklaart u dat? Work in progress. We zijn begonnen. Als je het volk eromheen zag, geweldig. We zijn, en sommige mensen vinden dat het nog niet had gemoeten. We hebben kort, 2-3 jaar, zijn we gezegd, want het land is niet van ons. We gaan met de oude politieke partij, als ik het zo mag noemen, praten. En we komen tot een verbreding. Maar er is een lijn die zegt, had het nog niet gedaan, had eerst een betere basis gemaakt. Maar het is nu geen schuldvraag opwerpen of kijken wie het schuldig was. We zijn gekomen tot de eerste verkiezing in 1987. Goed georganiseerd. Ja, dus niks verkeers daaraan. En we kregen op 25 november 's avonds natuurlijk de uitslag. En we hebben 3 zetels. Ik dacht dat Palo meer zetels had dan wij. Het is wat het is. We zijn de volgende dag, en ze waren in Hotel Torarica, Lachman Sumita, Aaron, ik weet niet of ze nog meer mensen waren, naar ze toegestapt en gesalueerd en gefeliciteerd. En gezegd, als wij een rol van betekenis kunnen zijn voor jullie, we zijn te bereiken. Kort daarna hadden we natuurlijk de 24 december 91. En we kregen kort daarop weer verkiezingen. En toen slingerden we met een rood paspoort en een politieke organisatie kreeg 9 zetels. Dat was natuurlijk Karu weer van jou, omdat het daarna is. Wij groeiden na dag 12. En als we intern geen onderlinge strubbelingen hadden, dan waren we al eerder dan in 2010 aan de macht. En dan was Boutersen waarschijnlijk ook al eerder president. Het is allemaal natuurlijk achteraf analyseren.
het feit dat Bouterse in 2010 gekozen wordt, na constante groei, een relatief constante groei in zetels, betekende dat het besef bij de samenleving toenam. En 23 zetels in 2010 heeft hem het presidentschap opgeleverd. En in die 5 jaar regeerde Bouterse 1. Heeft die kans gezien om van 23 naar 26 te groeien. Hij gaat de regering, wij gaan natuurlijk door een dal van problemen. Geen problemen die Bouterse ook niet voorzien had, want in 2014, februari, had hij nog aangegeven dat we moeten waken, we moeten de koppen bij elkaar steken, want we moeten een manier vinden, omdat de wereldtrend voor de mineralensector maakt een duik en Suriname gaat niet bespaard blijven. In Mofonabana Watra zou je zeggen, no? En we klauteren nu langzamer uit. Niet alles wat er gedaan wordt hoeft goed te zijn. Veel is minder goed, maar er zijn goede dingen. En een van de goede dingen is natuurlijk dat het bewijs daar ligt dat wanneer we de koppen bij elkaar steken en echt wel afdwingen dat we naar elkaar gaan luisteren, dat we langzaam uit het dal gaan klauteren. En dat de afhankelijkheid van de mineralensector steeds minder moet gaan worden. En 2 belangrijke sectoren, 3 zou je nu kunnen zeggen, belangrijke sectoren, toerisme, agrarische sector, en natuurlijk, hoe gaan we om met onze assets, de waarde van ons water, de waarde van ons bos, de waarde van wat in de grond zit, de waarde van onze natuur, moeten we ook als een product zien dat we intact willen houden wanneer de hele wereld samen met ons wil kijken hoe dat moet. Waarbij het ook ons economisch voordelen oplevert. Dus, al deze lijnen zijn nu uitgezet. En ik kan me best voorstellen dat de president door moeilijk vaarwater gaat. Internationaal is er natuurlijk ook een hoop te doen. Maar nationaal denk ik dat wij de koers moeten houden. Ik bedoel, letterlijk en figuurlijk de koers moeten houden. En maar je bent overgeleverd aan die vrije media. De vrije media, en ik respecteer dat. En ik denk en ik hoop en waar ik kan zal ik een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat we op lijn blijven, op koers blijven. En gestaag werken naar aan de ontwikkeling van Surinamers, met Surinamers, door Surinamers. Oké, goed. Ik feliciteer u met 39 jaar evolutie. Commandant Graanoost, bedankt voor het willen komen naar deze aflevering van InfoEct. En het allerbeste verder. Graag gedaan. Dank je wel. Ook jij gefeliciteerd, Cliff. Tot zover deze aflevering van InfoEct. Informatie, actueel. We spraken vandaag uitgebreid tot Ivan Graanoost, een van de vooraanstaande leden van het toenmalig militair gezag. Op 25 februari, aanstaande 25 februari, is het precies 39 jaar terug dat de macht in ons land werd overgenomen door jonge officieren onder leiding van D.C. Bouterse, thans
de president van de Republiek Suriname. Bedankt voor het willen kijken naar deze aflevering van Informatie Actueel. We zijn er weer de volgende week met een nieuwe aflevering. Goeiedag.